Op 25 augustus 2021 gaat een Somalische man s'avonds met een mes achter zijn vrouw, haar moeder en twee buren aan. De 66-jarige moeder is het zwaarst gewond. De twee buren, 43 en 46 jaar oud, raakten ook gewond. De dader wordt door de politie doodgeschoten. De doden worden niet onderzocht, dus er komt geen rechtszaak. De echte namen van de betrokkenen zijn niet bekend. Er is een gezinsverzorgster. Die verzekert dat de dader een goedhartig mens was. Het echtpaar had kinderen. Hoeveel is onduidelijk. Bedankt voor het bekijken van deze video en het helpen opbouwen van een grote database met verhalen over eervraag. Abonneer je op ons kanaal onderzoek eervraag.